Een beetje duwen en trekken. Het hoort bij het voetbal, maar volgens de KNVB lopen wedstrijden steeds vaker uit de hand. Ook veel Eindhovense clubs zien steeds vaker asociaal gedrag langs de lijn. Vooral bij de jeugd zijn de lontjes soms kort. En dat merken ze ook bij VV Brabantia. En vanuit de jeugd tot aan de senioren komt er ook wel eens voor dat er wat gebeurt waar wij als bestuur in ieder geval niet voorstander van zijn. Dan zijn ze niet eens met elkaar of zo en dan gaan ze gewoon beetje vechten, zeg maar. Meestal gewoon een kleine woordwisseling en uiteindelijk gaan ze naar elkaar en dan misschien hoofd tegen hoofd staan of et cetera. En vervolgens wordt het wel allemaal opgelost, uit elkaar gehaald en dat was het meestal. Op het moment dat je door de poort komt, dan hebben wij met elkaar afgesproken, dan ben je een Brabantiaan. En voor een Brabantiaan, ja, daar gelden gewoon een aantal normen en waarden. Zoals respect voor elkaar bijvoorbeeld. Het probleem ligt niet alleen bij de jongeren. Ook geven ouders vaak niet het goede voorbeeld. Een gevolg hiervan is dat veel scheidsrechters geen wedstrijden meer willen en durven fluiten. Vooral wat mij opvalt, dat ouderen en trainers vooral heel vaak boos worden. Nou, verbaal soms, dat je een beetje plaatsvervangende schaamte krijgt. Ga ik eerst een gesprek met ze aan en dan vaak worden ze dan al wel rustig. En anders dan kan ik om hulp vragen en als het echt moet, dan moeten ze van het veld af. We moeten een veilig klimaat voor de kinderen creëren. En daar moeten we wel weten wat we mee bezig zijn als volwassen mensen. Veel Eindhovense clubs hanteren daarom een streng beleid als het gaat om agressief en asociaal gedrag. We gaan in eerste instantie in gesprek. Betreft een jeugdspeler, dan ga je met de ouders in gesprek. We gaan in gesprek met onze eigen jeugdafdeling. Dus wij worden dan geïnformeerd. En uiteindelijk, als er een echt daadwerkelijke klacht is, die leggen we voor bij de Normenwaardecommissie. En zij adviseren het bestuur wat we dan met een speler, met een leider, trainer of ouder moeten doen. De meeste incidenten ontstaan uit emotie en die kunnen vaak nogal hoog oplopen tijdens wedstrijden. Daarom spelen teamgenoten ook een belangrijke rol bij het voorkomen van problemen. Er gebeurt iets, dan proberen we uit elkaar te halen. Ervoor zorgen dat mensen gewoon gekalmeerd worden, et cetera. En vanuit daar gewoon proberen verder te voetballen. Niet dat het helemaal uit de hand gaat lopen. Na de wedstrijd is het gewoon, zeg maar, is het al klaar, je kan er niks meer aan doen, dus dan is het meestal al goed. Afgelopen jaar steeg het aantal incidenten op de Nederlandse amateurvoetbalvelden met 10%. Zeg het net, afstand houden.